eten. Heb je toen niet voor niks die sleutels meegegeven? De butler niet, man. Wie is vergeten? Nee, jij. Om je excuses aan te bieden. Waarom zou ik? Omdat je mij en vooral mijn dochter beledigd hebt. Ze is erg van slag. Volgens mij ben jij meer van slag. Kennelijk voel je aangesproken, mevrouw Elschot. Heb jij altijd al zo'n hekel aan mij gehad? Of is dat spontaan in de gevangenis ontstaan? Dat is net ontstaan. Het is alweer over, geloof ik. Jij vindt het kennelijk nogal grappig allemaal. De gevangenis heeft jou geen goed gedaan. Nee? Nee. Ik heb me suf getraind. Je had misschien beter een boek kunnen lezen. Ga door. Je wordt steeds grappiger. Ik probeer hier een serieus gesprek met jou te voeren. En je kan nog wel dichter op me komen staan, maar als je denkt dat ik me daardoor geïntimideerd voel, dan ben je...